Wanneer is de chocoladefabriek ontstaan? De chocoladefabriek zelf die bestaat al heel lang. Ik denk misschien een jaar of 30. Maar hij is misschien 10 jaar geleden is hij naar Katzand gekomen. Het eerst was hij in Maastricht. Stond een chocoladefabriek. En dat was zeg maar een kennis van de chocoladewinkel hier. En toen hij met pensioen ging, is die de machines en zo, die zijn toen naar hier gekomen. En toen is hier zo de chocoladewinkel gekomen. En de fabriek. Hoe is, wat is het verschil tussen melk, chocola, puur chocola en witte chocola? Het gehalte en zeg maar cacao dat erin zit. Ja. Zeg maar, dat is meer cacao, dat is bruin, dat is de donkere chocolade. Dus bij wit zit er heel weinig cacao in en bij, bij puur heel veel cacao deel, zeg maar. Ja. Hoe is chocola zelf uitgevonden? Volgens mij heel lang geleden in Mexico. Er is vroeger die, het waren dat Azteken ofzo, die daar vroeger woonden. Die hebben volgens mij al iets met chocolade uitgevonden. En toen zijn ze naar Europa gekomen, toen ze Amerika ontdekten volgens mij. Wat heb je allemaal nodig om chocolade te kunnen maken? Een tempereerketel, dus een cacao. Nog boter, een speciaal soort boter. En nog allemaal kleine dingetjes zoals voor smaak. Dus als je bijvoorbeeld sinaasappelchocola wil, dan doe je er sinaasappellikeur bij. Of iets anders van smaak. En vooral die tempereerketel is heel belangrijk voor het op temperatuur brengen van chocolade. Hier begint het dus. Hier komen zakken chocolade binnen. Dus hier heb je zakken met melkchocolade. Het zijn kleine soort van pilletjes, zeg maar. En die gooien wij in een smeltketel en dan smelt dat. En dan kan dat in een vorm. Er staan hier nog vulling, zoals voor praline en zo. Nou, hier heb je dus de smeltketels. Dus daar zit chocolade in. En die chocolade, die zit ook in deze tank. En dat is een... Dat is er ook zo een, zeg maar. Maar die gaat via deze leiding gaat die naar deze machine. Hier zo zie je dus dat de chocolade in de machine wordt gegoten in de vormen. En dan gaat hij door deze machine heen en komt hij er daar hard uit. Dus daar hebben we harde chocolade, zeg maar. Hier zo zie je dus dat de chocolade er hard uitkomt. Dus hier hebben we harde chocolade. En die gaat met die lopende band naar boven. En dan wordt die daar opgevangen en afgewogen in bakjes. Nou, als de chocolade in bakjes zit, dan, en in deze kratten, dan wordt die door deze machine gedaan. En dan komt er een plastic verpakking rond. Om hem luchtdicht te maken is die langer houdbaar. En dat is natuurlijk met heel veel soorten chocolade nodig. Hier zie je die sterretjes uit de machine. En hier heb je weer andere soort chocolade, die er bij anders uitziet. En die kunnen allemaal door die machine. Dan wordt alles ook nog gecontroleerd met een metaaldetector. Of er toch niks ijzers in is gevallen, dat je je tanden opbreekt. En dan kan het klaar om naar de winkel te gaan, eigenlijk. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een chocoladefabriek te starten? We hebben vroeger altijd op de markt gestaan en toen dachten we gaan eens wat anders doen. We gaan een inpakbedrijf beginnen, dat hebben we gedaan. En dan deden we altijd zaken bij een chocoladefabriek in Maastricht. Maar daar hadden ze geen opvolgers, dus een jaar of 9. We zijn inmiddels wel 24 jaar bezig. En een jaar of 9 geleden hebben we besloten alles in Katzand te verpakken. Want anders kwam er met de vrachtwagen hier alles gelost. Wij maakten er dan cadeautjes van en zo ging het weer naar de klant. Dus dat was een beetje dubbel op. Dus hebben we gezegd, we gaan alles naar Katzand verhuizen.